Volgens de websites kan iedereen een partner vinden via internet. Ook relatiedeskundigen, zoals professor Roos Vonk, zien de voordelen. Het voordeel is denk ik vooral dat je je jachtveld vergroot. Hè? Dus je gebied van mogelijke partners is opeens veel groter dan in het gewone leven. Het wild noemen ze dat dan. Is het al zo dat mannen wat vaker uit zijn op een avontuurtje en dan ook wel doen alsof ze in zijn voor iets serieuzers om zo'n vrouw te overtuigen om iets met hem te beginnen. Dat gebeurt in het gewone leven al. En vrouwen, dat vrouwen wat vaker doen van nou een beetje geen commitment is in het begin helemaal niet zo belangrijk. Hè, doen vrouwen vaak ook om zich in de markt te prijzen. En op internet heb je natuurlijk meer mogelijkheden om de boel te bedonderen. Want je kan natuurlijk gewoon invullen dat je een serieuze relatie zoekt, terwijl je eigenlijk een one-night stand zoekt. Uit de enquête blijkt dat mannen vooral liegen over hun status en inkomen en vrouwen over hun uiterlijke kenmerken. Dat is ook heel logisch, want op de relatiemarkt is het helaas zo, dat het werkt zo, wat voor vrouwen aantrekkelijk is, is jong en mooi zijn. Dat verhoogt de marktwaarde van een vrouw. De marktwaarde van een man wordt bepaald door prestige, status. Hoe hoog die is op de maatschappelijke ladder. Dus inkomen, opleiding, dat soort dingen. Dus is het ook wel logisch dat mannen op dat gebied zichzelf een beetje door een roze bril beschrijven. En vrouwen dat die een paar kilootjes afsmokkelen met het idee van die werk ik nog wel weg voordat we elkaar gaan ontmoeten. Parship pretendeert wetenschappelijk verantwoord te zijn. Een psychologische test met inspirerende vragen zou uw liefdesgeluk haarfijn analyseren. Professor Vonk heeft zo haar twijfels. Die psychologische test, wat ik echt, wat ik ervaar als een grote schending van mijn vakgebied. Want een psychologische test, daar komt echt wel wat meer bij kijken dan wat daar gebeurt. Dat is echt een test van niks. Je zou mensen bij wijze van spreken nog beter op hun schoenmaat bij elkaar kunnen matchen dan met die test. Want het gaat echt helemaal nergens over. De test is ontwikkeld door een heuse professor. Volgens Parship zou het onderzoek officieel zijn gepubliceerd. Maar wat blijkt? Het is gepubliceerd in de Playboy, dus dat wordt zeg maar door wetenschappers niet echt beschouwd als een serieuze publicatie. Het leuke van internet is dat je, als je even inlogt, dat je meteen uit duizenden mensen kan kiezen. En er is natuurlijk geen één andere situatie waar het zo makkelijk is. Ik denk ook het feit dat het zo overvloedig is, het aanbod, dat dat ook echt nadelig is. Dat mensen daardoor snel willen scoren, snel even verkennen van zit er wat voor me bij. In twijfelgeval, nou dan maar niet doen, want ik kan nog uit 2000 anderen kiezen. Dus dat zeg maar, de liefde die toch vaak wat tijd nodig heeft om te rijpen, dat mensen daar helemaal niet de tijd voor nemen. Omdat ze snel alles willen weten wat er in de snoepwinkel te koop is. En het is ook zo dat door dat grote aanbod dat mensen de concurrentie moeten aangaan met hun seksgenoten. En dat ze dus heel leuk en bij de hand en vlot gaan doen. Dat ze daardoor eigenlijk niet zichzelf laten zien. Dus wat ze gaan doen, ze gaan heel erg de happy single, ta-ta-ta, ik ben lekker dynamisch bezig. En terwijl ze eigenlijk natuurlijk verdrietig en teleurgesteld zijn. Dat zijn moeilijke dingen, omdat je op internet vaak niet jezelf kan laten zien zoals je echt bent. En hoe moet je nou je zielsverwant ontmoeten als je je ziel niet laat zien?